een kruispunt, het is redelijk overzichtelijk, maar je moet je aan je 30 kilometer houden. Die haaientanden die zijn versleten. Een mens weet gewoon niet of die op een voorrangsweg zit of rechts voor links hier. En vooral niet als je hier niet bekend bent, is het een ramp. U heeft hier meerdere ongelukken gezien? Ik heb ze niet gezien, ik weet wel dat ze hier gebeurd zijn. Ik ga bij iedere kruising ga ik hier al vol in de remmen, want ze zien je gewoon niet. Men rijdt gewoon echt veel te hard. Het staat ook sowieso niet goed aangegeven. Overal hier in die wijk zijn ze tegelijk bezig met wegwerkzaamheden. Nou, dat is al een ramp, want iedereen moet omrijden, heeft haast. Je komt van alles tegen op je route. Nee, dus op dat gebied wordt het er niet beter op het moment. Ik heb in oktober 2018 een auto-ongeluk hier gehad met mijn opa. Wij hadden gewoon voorrang en meneer is gewoon doorgereden. En meneer zei dat hij geen voorrang, dat hij ons niet gezien had. Waardoor hij gewoon finaal doorgereden is. En ik vind gewoon, ik woon zelf hier een stukje verderop. Ik rijd deze weg elke keer en ik liep hem en ik fietste hem. Maar er moet gewoon maatregelen genomen worden. Want voordat hier eigenlijk ooit een kind doodgereden wordt of... Ja, je ziet het maar voor je. Zoals? Wat zouden volgens jou de maatregelen moeten zijn? Ja, de drempels weer terugplaatsen wat vroeger was. Of er een voorrangsweg van maken, zoals ook vroeger was.